Dames en heren, dit is mijn Bellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. Patricia José kijkt. Welkom Patricia. Leuk dat je er bent. Samantha ook. Marius Burger kijkt ook. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Dit is met Bello, het Medium 3.0 live vanuit Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Hè? Dus, hebben jullie vragen? De vragen moeten wel met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Dus de vraag die je op tijd hebt willen stellen. Met Bello, het Medium geeft jullie het ultieme antwoord. Dus stel die vraag. Niemand vragen? Dan gaat de uitzending zo weg. Als niemand geen vragen heeft, dan zit ik hier gewoon voor lul. Zoals altijd, trouwens. Maar dat terzijde. Dit is mijn Bellend Medium 3.0 live vanuit Den Haag. Live. Op Facebook. En hier bij mijn Bellend Medium kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. En mijn Bellend Medium geeft je antwoord. Genadeloos. Dus denk goed na wat je gaat vragen. Marius Burger vraagt, is Den Haag nou op de duinen of ernaast? Ernaast, Marius Burger. Den Haag staat of ligt naast de duinen. Samantha vraagt, is dit het Rad van Fortuin? Nee, dit is niet het Rad van Fortuin, maar wat is het? Een orakel. Mijn Bellend Medium. Mijn Bellend Medium weet helemaal niks. Dus jullie kunnen gewoon vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Mijn Bellend Medium is 100% gratis. Je hoeft er niks voor te betalen. Je hebt niks. En het is ook niks. Dus, graag gedaan Maurits. Chantal van de Heuvel, kijk ook. Leuk dat je er bent. Hey Patrick, gabor. Ja, Samantha zegt, nee, achter de duinen. Ja, inderdaad, achter de duinen. Maar in sommige plekken zit Den Haag ook een stukje naast de duinen. Hè? Ja, toch? Driemaal niks. Oké. Okay. Dit is met Bellend Medium 3.0 live vanuit Den Haag. Centrum Den Haag. De bruisende stad achter de duinen. Of naast de duinen, of onder de duinen, of op de duinen. Den Haag. Met Bellend Medium kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Het is een unieke kans om die vraag te stellen en antwoorden te krijgen op al je antwoorden die je altijd hebt willen hebben. Dit is met Bello het Medium met special effects. Echt. En dit is niet de enige. Dus wachten jullie maar. Het komt nog meer. Maar vergeet niet vragen te stellen. Samantha Angelique de Nokker vraagt. Zit Franke nog steeds in het trein naar huis? Nee. Franke zit gewoon hier naar de overkant. Dus als er wat misgaat, dan zal zij kunnen interveneren. Maar dit is met Bellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. Stel die vraag. Ja, Maurits Burger, nee, je bent voorlopig niet onder. Zolang je het boek nog niet klaar hebt, het liefst voor de feestdagen, voor Sinterklaas wil ik het online hebben, dan ben je nog steeds geen 100. Daarna mag je 100 worden. Patrick zijn voort vraagt, word ik het eerst in december en maart? Nou, dat wordt hard trainen Patrick. Maar daar gaan we het muntje raadplegen. Het orakel van mijn Bellend Medium 3.0 live. Patrick Stemvoort vraagt, word ik de eerste in december en maart ook nog? En maart, dus niet of en. Dus je wil december en maart de eerste worden. Daar gaat hij. Zal Patrick Stemvoort de eerste worden in december en maart? Maar door deze vraag is natuurlijk verneukeratief. Dus je zit natuurlijk net in het midden. Je vraagt 2 maanden, word je de eerste. Dus ene maand wel, de andere maand niet. Dus ja of nee, het is moeilijk. Maar ik zou
Patrick Stamford eerste worden in een van die wedstrijden? Dat vind ik een redelijke vraag, toch? Dan heb je ook een eerlijke antwoord. Daar gaat hij. Daar gaat de vraag van Patrick. Het antwoord, Patrick, is ja! Je wordt de eerste op één van die twee maanden. Misschien die twee maanden, maar ja, wie weet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? Renato Azzurrito, kijk ook. Welkom, Renato. En Samantha zegt, gefeliciteerd met Felicia, jullie. En jij ook, gefeliciteerd met Felicia. Niliam lacht niet, kijk ook. Welkom. Marus Burger, even kijken wat zegt hij, wat schrijft hij. Haha, feestdagen is onwillekeurig grappig. Nou, ik vind het niet zo grappig meer. Ik vind die feestdagen kutdagen. Echt, voor mij mogen ze afgeschaft worden. Dennis Smit, kijk ook. Welkom Dennis Smit. Maar dit is Mebellend Medium 3.0 live vanuit Den Haag. En bij Mebellend Medium kan je vragen stellen die met jou mee zijn te beantwoorden. En Mebellend Medium zal jullie antwoord geven. Ongeacht wat de gevolgen daarvan zijn. Dus denk goed na wat je gaat vragen. Omdat de antwoorden zijn totaal op eigen risico. Maar Bellend Medium neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die het antwoord zou kunnen geven. Dus niet meer of niet minder. Kost niks, 100% gratis. Hè? Kost niks, maar dan heb je ook totaal niks. Robert van de Putten, kijk ook. Welkom Robert. Heb jij vragen aan Bellend Medium? Er moeten wel vragen zijn die met jou van eens zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. En Mebellend Medium zal jouw antwoord geven. Een heel eerlijk antwoord dus. Patrick Stamford zegt, hé. Dennis Smit, vind jij Willem een goede koning? Ja. Ik vind Willem een goede koning, Dennis Smit. We kunnen ons niets beter wensen. Echt. Prins Pils, ja toch? Leuk. Ons koning. Zijn er nog mensen die nog vragen hebben? Hier kan je ze stellen. Wanneer de volgende keer het is, weet niemand het. Maar hier bij Mebellend Medium kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Het Mebellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. Stel die vragen. Er zijn nu 6 online kijkers. Dus het gaat best wel lekker. Beter dan 2 in ieder geval. Toch? Of 3. Maar ja, dan heb je meer intiem contact. En hoe meer kijkers, hoe meer vragen, hoe sneller het gaat. En hoeveel meer vragen ik mis. Dus ja, het is wik en wegen. Dit is Mebellend Medium 3.0 vanuit Den Haag. En bij Mebellend Medium, hier nu, kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus denk goed na wat je gaat vragen. En Mebellend Medium geeft alleen antwoord terug tijdens de live uitzending. Daarna heb je gewoon pech. Soms bij uitzondering hoor. Dus stel die vraag. Niemand vragen? Het valt me trouwens op dat ik volgens mij als ik mijn bek hou meer kijkers heb dan wanneer ik spreek. Maar ja. Ja toch? Dit is Mebellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. Vanuit Den Haag. Het centrum van Den Haag. Hè? De zo bruisende stad achter de duinen. Is mij opverwezen, niet op de duinen. Ja, nou. Sommige huizen zijn wel misschien in het verleden op een duin gebouwd. Maar ja, wie weet. Weet niemand. Niemand vragen? Als er niemand vragen heeft, dan ben ik genoodzaakt om die uitzending
uit te gaan zetten. Maar dit is een mix vanuit YouTube, even gegoogeld, van rechtenvrije mix, house mix. En dat komt tevoorschijn, een hoop bagger. Maar het is, als het goed is, is het rechtenvrij. Dus kost niks en dan kan het overal delen. Niemand vraagt aan mijn ballad medium. Gaat wel erg lang duren. Ik zie 6 mensen live. En ik kan me niet voorstellen dat niemand van die 6 mensen vragen heeft. Die op je maag liggen. Iets antwoord. Vraag het maar. Mijn ballad medium geeft jullie echt en onpartijdig en eerlijk antwoord. Ik heb er geen enkele belang bij. Mijn ballad medium is helemaal gratis, kost niks. Je hangt er niks aan, geen abonnement, niks. Mijn ballad medium geeft jullie antwoord voor helemaal niks. Hè? Voor zover het waard is. Dus kom maar op met die vragen. Anneke Platjes vragen. Oh nee, die vraagt niks. Die zegt hallo. Hey, dag Anneke. Leuk dat je er bent. Nou, misschien vind je het zo rustiger. Maar dit is Mebello en Medium 3.0 live vanuit Den Haag. En hier bij Mebello en Medium kan je vragen stellen die met jou of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Echt. Je weet niet wat je mist. Als je die vraag niet stelt, dan zul je het nooit weten. En nu heb je 100% zekerheid dat ik antwoord zal geven. Kost niks, maar dan heb je ook helemaal niks. Anneke Platjes vraagt, word ik ooit slank? Nou, dan gaan we het muntje draaien. Gaat Anneke ooit slank worden? Ja, ik weet eigenlijk het antwoord, maar ik vraag eerst het muntje. Wordt Anneke ooit slank? Daar gaat hij. Het antwoord van Anneke. Je gaat zo vallen. Het medium zegt Anneke. Ja, je wordt ooit slank. Maar ja, dat worden we allemaal wel eens. Hè? Kijk, je gaat dood, je verrot, verpulvert en verdroogt. En ja, dan word je vanzelf slank. Tot je tot poeder bent gereduceerd. En weer teruggaat in de natuur om één te worden met het alles wat het is. Dus, Anneke Plaatjes wordt zeker slank. Saskia Beck vraagt, hey Mike, die bello, gezellig. Oh, dat was geen vraag. Dat weer live bent. Leuk Saskia dat het je bent. Heb jij vragen? Je moet ze wel stellen, hè? Je gaat me niet teleurstellen. Dus hier, bij mijn ballad medium 3.0 live vanuit Facebook, kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vragen, ja, alstublieft. Hè? Anders sta ik hier voor lul, als niemand vragen heeft. Misschien moet ik de engelen aanroepen. Ik heb een speciale bel. Bel nummer 8. Gekregen van mijn zus, die is een engelenaanroeper. En als het goed is, moet een hele kudde engelen achter me gaan staan, boven me, tussen mij. Om mij bij te staan met deze 13e live sessie. Ja, je hoort het goed. 13e live sessie van Mebello Medium 3.0. Vanuit Den Haag. Ja, 13e sessie. Ja, het kan niet anders dat deze sessie ongeluk brengt. Dus daarom kan ik een beetje begrijpen dat niemand vragen stelt. Anneke, vraag weer en vraag. Krijg ik nog een neefje of een nichtje? Zou Anneke nog een neefje of nichtje krijgen? Dan gaan we een muntje draaien. Het orakel. Niet van Delphi, maar Haagse orakel. Met Bellin Media 3.0 live vanuit Facebook. En hier komt het antwoord van Anneke. Ja, je gaat nog een neefje en nichtje krijgen. Dus nou, veel plezier daarmee, zou ik zeggen. Saskia Beck vraagt, krijg ik een nieuwe koelkast?
Saskia Beck vraag aan mijn ballet medium, krijg ik een nieuwe koelkast? Nou, ik persoonlijk zeg ja. Je gaat gewoon naar de winkel, je bestelt online en je krijgt een nieuwe koelkast. Ja, volgens mij zijn jullie niet, geen uitkering, tenminste niet die financiële problemen hebben. Maar mijn ballet medium gaat een muntje draaien voor de zekerheid. Oh shit, fuck. Oh ja, daar is die. Muntje was even weg. Maar daar gaan we. Krijg Saskia Beck een nieuwe koelkast. Tada! Daar is het antwoord. Wauw, alweer ja. Nou, je hoort het. Het medium bevestigt mijn gedachten. Met Icarus kijkt ook. Krijg ik nog geld voor? Hij vraagt. Met Icarus vraagt aan mijn ballet medium. Krijg je hier nu geld voor? Nee. Met Ballet Medium krijg je geld voor. Het is helemaal van niks. Van noppers. Hè? Gewoon, ik sta hier voor zijn Zaanse zak. Dus Adriaan Brilico is er ook. Natuurlijk word je slank als je overleden bent. Ja, dat zei met Ballet Medium ook, Adriaan Brilli. Patrick Hoornsveld, kijk ook. Leuk dat je er bent. Hé, hey, Lisbeth van de Voorn. Kijkt ook. Dat is de moeder van Patrick. Leuk. Elisabeth van de Voorn kijkt ook. Oh, dat is de tante van Patrick. Nu wordt het echt pas listig. Nee, Adriaan Brillet is gewoon een euromunt. Dus Elisabeth van de Voorn. Mike, hoe wordt... Elisabeth van de Voorn vraagt... Mike, hoe wordt de vakantie? Wee! Ja, maar dat is niet met ja of nee te beantwoorden. Maar ik denk gewoon goed zoals altijd, toch? Nou, maar Icarus zegt held. Ja, hè? Je hebt bijna tegenwoordig nodig om een held te zijn. Anneke Plaatjes vraagt... Leef ik over 10 jaar nog? Bah, dat zijn niet leuke antwoorden, denk ik, hoor. Maar ja, ik doe er moeilijk over. Daar gaat ie. Zal Anneke over 10 jaar nog leven? Het antwoord is ja. Ik moet zeggen dat toevallig... te vaak ja valt. Ik heb nog geen 9 gezien. Maar je hebt geluk, over 10 jaar leef je nog. Hopelijk nog gezond en gelukkig. Lisbeth van der Voren. Wie? Ik? Volgens mij heb ik de vraag gemist, Lisbeth. Als je die opnieuw stelt, sorry. Dan kan ik hem misschien lezen. Saskia Beck. Nee, hij is stuk. En die klaploper wil ik geen nieuwe geven. In de garantie. Nou, ik zal gewoon de ombudsman bellen of de nationale... Hoe heet dat? Nationale ombudsman. Echt aan de hoogste boom hangen. Gewoon op Twitter zetten. Met naam en toenaam. Aan de schaampaal, Saskia. Met Icarus. Mijn kat zegt blaf, blaf. Is hij ziek? Geen flauw idee. Maar ik weet wel dat katten behoorlijk kunnen blaffen en gekke geluiden maken. Zulks van krijzende kinderen. Echt. Ja, dat is niet zo leuk. Het is, ja. Het antwoord is ja. Hij is ziek, kat van je. Dus ga naar de dierenarts. Doe daar snel wat aan. Het gaat niet goed, hè? Saskia Beck vraagt. Slaagt Danny voor zijn treiter? Oh, het trekkersbewijs. Dat treiterbewijs. Nee, het is het trekkerbewijs. Ja, het is een kleine kutletter tegenwoordig. Een klein schermpje. Oké, nou. Gaan we kijken of Danny de trekkerrijbewijs gaat halen. Ik bedoel, voor mij krijgt hij gewoon het trekkersdiploma. Dat heeft hij van, sowieso van mijn bello. Antwoord is ja. Alweer ja. Ik vind het een beetje raar. Ik heb een stickertje op de muntje geplakt. Kan ik beter zien of het ja of nee is. Maar hij valt nu toevallig te vaak op ja. 100% elk antwoord is ja. Adriaan Brilli. Zal Rutte weer de grote baas worden in de volgende verkiezingen? Nou, de grote baas van de volgende verkiezingen. Of gewoon de grote baas van Nederland weer. Premier. Dus wat is het eigenlijk? Dus als ik ja of nee zeg, dat zegt nog niks. Dan is hij nog grote baas bij de volgende verkiezingen.
Dus beter formuleren, Adriaan Brilli. Anneke Plaats, kom met zusje weer in Nederland wonen. Bye. Nou, je weet nu al dat het muntje ja zegt. Zal Anneke's zusje weer in Nederland komen wonen? En daar komt het antwoord. Nee, ik geloof mijn ogen niet. Nee, helaas. Het orakel zegt nee. Anneke's zusje komt niet meer in Nederland wonen. Helaas, moet je teleurstellen. En dat is het eerste nee van de hele avond. Tenminste. Deze mix duurt trouwens 40 minuten. Dus als de mix afgelopen is, dan stopt mijn bellenmeter zo ongeveer ook. Dus jullie weten ongeveer hoe lang het gaat duren. Adriaan Brilli zegt, dat is mijn vraag en daar moet je het maar mee doen. Nou oké, okay, dat ga ik gewoon mee doen. Daar heb ik geen totaal gemeten. Maar het is voor mij. Kijk, mijn bellenmeter geeft gewoon antwoord. En ja... Maar ik vind het leuk ook om te begrijpen wat het antwoord zou kunnen zijn. Daar komt hij, Adriaan Brilli wordt Rutte weer de baas van de volgende verkiezingen. Het antwoord is ja. Oké, okay, nu de volgende. Dit is Mabellen Media 3.0 live vanuit Den Haag. Een mooie bruisende stad achter de duinen. Mabellen Media 3.0 live vanuit Facebook. Dus, en hier bij mijn bellend medium kan je vragen stellen die met jou of nee zijn te beantwoorden. Dus stel ze die. Duurt nog niet meer lang en de uitzending is afgelopen. Dus stel die vraag. En vraag die met jou of nee is te beantwoorden. Dus stel me niet teleur. Tenminste, ik zie nu dat er 2 mensen live zijn. Dus, nou, volgens mij ben ik misschien te grof geweest. Dat zou zomaar kunnen, hè? Ik denk, veel geschil, te druk. Ja, ja. Hey, Emmetje. Wat is het met de Emmetje, Anneke? Maar misschien kan ik wat special effects gaan uitvoeren. Om meer kijkers te trekken. Malika, Cap die. Kijk ook. Leuk, Malika. Kom op. Stel een vraag. Zo moeilijk is het niet vraag. Als die vraag met ja of nee te beantwoorden is. We hebben Bellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. Geef jouw antwoord. Dus stel die vraag. Frank de Bruin zegt, hey fratello, is broer in Nederlands, oggi non avevo tempo per vederci. Mi dispiace molto, Frank, ma la prossima volta. So che vieni molte volte all'Aia, dunque, ci vediamo. Maar Frank de Bruin, heb jij geen vragen met Bellend Medium? Moet wel een vraag zijn die met ja of nee te beantwoorden is. Dus stel die vraag, Frank. Het is nu of nooit. Dit is Mabellen Medium 3.0 live vanuit Facebook. Op, in, achter de duinen in Den Haag. Dus stel die vraag. Excuses aanvaard, Frank. Ja, automatisch. Nooit. No problem. Niemand nog vragen? Anders ben ik genoodzaakt om te gaan aftellen. En einde maken aan deze uitzending. Een paar leuke vragen gehad, maar misschien volgende keer beter. Nee, kan niet altijd top zijn. Nou, Frank de Bruin gaat, haha, even denken. Ja, het is lastig, hè? Maakt niet uit. Als mij de vragen met ja of nee zijn te beantwoorden, dat is het de enige voorwaarde. Je mag er 1, 2, 3, 4, maakt niet uit. Frank de Bruin vraagt, zal Pokémon ooit verdwijnen? Ik weet het antwoord al, maar... Ik ga de orakel, het medium 3.0 live vanuit Facebook, raadplegen met een muntje van een euro. Hij draait. Zal Pokémon ooit verdwijnen? Het antwoord is ja, Frank de Bruin. De Pokémon zullen verdwijnen.
van het hele gezicht van de aarde. Dus dat is het antwoord. Maar dat is natuurlijk logisch. Alles zal ooit verdwijnen. De wereld verdwijnt ooit. Alles gaat in stof en vergaat. Dus het is niet moeilijk. De Pokémon zullen inderdaad verdwijnen. Malika Capti, heb ik morgen een goede dag? Malika Capti. Maar volgens mij heb jij elke dag een goede dag, toch, Malika Capti? Maar, dan gaan we draaien. En het antwoord van Malika Capti, heeft zij een goede dag morgen? Helaas, Malika Capti, het antwoord is nee. Je hebt morgen geen goede dag. Dus gewoon in bed blijven en niks doen. Ja, dan heb je ook een slechte dag, hè? Niks meegemaakt. Oké, Frank de Bruin. Yes, het is een gracia. Ja, maar ja, als die Pokémon's verdwenen zijn, zijn we ook niet meer. Dus wie is er dan om waar te nemen of er nog Pokémon zijn? Als er niets meer waar te nemen is. Maar dit is Mabellen Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij Mabellen Medium kan je vragen stellen die met jou of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Het kost niks, maar dan heb je echt totaal niks aan. Geen garantie, maar denk goed na. Denk heel goed na wat je gaat vragen. Want Mabellen Medium is er natuurlijk genadeloos. En Mabellen Medium heeft natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor de antwoorden die Mabellen geeft. En de gevolgen ervan. Dus denk goed na. Dit is Mabellen Medium 3.0 live vanuit Facebook. Mabellen Medium vanuit Den Haag. Een mooie, bruisende stad achter de duinen. Aan zee. Zonder bergen. Mabellen Medium. Hier woon ik in het centrum van Den Haag. En Mabellen Medium, het orakel 3.0... zal al jullie antwoorden beantwoorden. Als de vraag maar met ja of nee is te beantwoorden. Met Mabellen Medium 3.0 live. 100% gratis. Geen abonnement, niks. Je zit nergens aan vast. Even kijken. Adrian Brilli zegt, zal een 2 euro muntje niet beter antwoord gaan geven? Het is een... Die neem ik te harte, Adrian Brilli. Ik ga volgende keer een 2 euro muntje proberen. Misschien is die stabieler. Anneke Plaatsen vraagt, gaat mijn buurman ooit nog normaal worden? Anneke vraagt, gaat mijn buurman ooit nog normaal worden? Maar de eerste vraag is natuurlijk, wat is normaal? Ja, Adriaan zegt het ook. Wat is normaal? Hebben we daar een norm voor? Ja. Maar, mijn bellen het medium... gaat je antwoord geven. En daar gaat hij. Gaat de buurman van Anneke normaal worden? Ha, ja. Het antwoord is ja. Je buurman wordt ooit weer normaal. Is het zo erg dan met je buurman? Maar ja, ik hoop het. Dan twee normalen naast elkaar is leuker dan, dan andersom. Dit is Mabellen en Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij Mabellen Medium kan je vragen stellen die met jou of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Het kost niks, maar dan heb je ook totaal niks eraan. Denk goed na wat je vraagt, omdat Mabellen Medium heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de antwoorden die hij geeft. Dus alles is op eigen risico. Wat je daarmee doet, is jouw zaak. Hoe vinden jullie trouwens de muziek als achtergrond? Ik heb het even gegoogeld naar een house mix, rechtenvrije house mix. Nou, klinkt voor een meter, maar ja, het is achtergrondmuziek, lekker buu, buu, buu. Dus, nou, niemand de mening van deze muziek op de achtergrond of is je helemaal niet te horen? Of staat het te hard? Dat kan ook. Of
De muziek is normaal. Ja. Wat is normaal? Er zijn nu 3 kijkers online, dus het wordt heel rustig nu. Niemand meer vragen? Of moet ik weer uitleggen wat Mebello is, of Mebello Medio is? Kijk, daar komt gelijk een vraag. Adrian Brilli. Adrian Brilli vraagt, heb ik ooit een normaal iemand ontmoet? Ja. Daar gaan we weer. Antwoord Adrian Brilli is, heb ik ooit een normaal iemand ontmoet? Ja, die heb je ontmoet, jongen. Dus, en hier moet je dan mee doen. Maar misschien kan ik nu voor de eerste keer van deze avond even boek raadplegen om een extra aanvulling te geven op het antwoord. Aanvullend antwoord op Adrian Brilli is van de vraag, wat is normaal? Het boek van alle antwoorden zegt, laat je leiden door je goede bedoelingen. Nou, hier bij deze. Laat je leiden door de goede bedoelingen. Patricia Gizé vraagt, staat Facebook op zijn snel tempo? Nee, Facebook staat niet op zijn snel tempo, maar dit is een uitzonderlijke, de 13e aflevering van Mebello Medium Live. Dus, versneld. Ja, dus is het duidelijk te zien dat het versneld is. Nou, ik hoop dat jullie het bijhouden. Ik heb het ook moeilijk om zo snel te lullen. Je moet toch echt gewoon ADHD voor hebben, hè? Maar dat zal ik je nog later uitleggen. Ja. Oh. Anneke Plaatjes vraagt, ga ik volgend jaar naar Luxemburg? Yay! Gaat de Anneke Plaatjes weer naar volgend jaar naar... Oh. Sorry. Gaat Anneke volgend jaar naar Luxemburg? Nee, Anneke, je gaat volgend jaar niet naar Luxemburg. Helaas. Patricia vraagt, gaat mijn zoon emigreren? Wow. Maar het zal wel een goed teken zijn, sowieso. Ja, toch? Maar... Bernadette Verwijs, kijkt ook. Welkom Bernadette. Maar Patricia José vraagt, gaat mijn zoon emigreren? Gaat de zoon van Patricia emigreren? Ik straal muntje in. En daar komt het antwoord van Patricia. Nee, Patricia. Je zoon gaat niet emigreren. Maar ja, je hoeft niet te emigreren om in het buitenland te werken natuurlijk. Hè? Dus... Bernadette, heb jij vragen aan Mebello Medium? Nee, geen vragen. Ook geen vragen die met ja of nee zijn te beantwoorden? Dit is namelijk Mebello Medium 3.0 live vanuit Facebook in Den Haag. Een mooie bruisende stad achter de duinen. En dus, hier bij Mebello Medium kan je gewoon vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. En Mebello Medium geeft jou antwoord. Dus stel die vraag. Vier kijkers live. En niemand heeft vragen. Als je niemand vragen stelt, dan zeg ik ook niks meer, hè? Dan... Kijk, ik ga me vervelen, maar ik ga jullie ook vervelen. Dan zeg ik gewoon niks meer. Of je moet natuurlijk die muziek waanzinnig vinden. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja. Thank you.
Maar dit is Mabel en Megan 3.0 live vanuit Den Haag. In een bruisende, mooie stad achter de duinen. En bij Mabel en Megan kan je vragen stellen die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag. Adriaan Brilli vraagt: zou Ruud ooit vrede zijn met zijn buren? Dan gaan we vragen. Zal Ruud ooit vrede zijn met zijn buren? Ruud. Daar gaat Ruud. Ja, Ruud zal vrede hebben met zijn buren, Adriaan Brilli. Anneke vraagt: ga ik mijn vader weer zien? Dan gaan we antwoord geven. Hè? Ik laat er geen gas over roeien. De ene antwoord naar de andere. Dus jullie zien dat ik het ook al snel kan. Dus je antwoord: nee, Anneke, je gaat je vader niet meer zien, helaas. Het zijn wel allemaal niet leuke antwoorden voor je. Maar ik kan er niks aan doen. Sorry, Anneke. Maar dit is Mabel in Medium 3.0 live. Stel die vraag. Moet er wel vragen zijn die met ja of nee zijn te beantwoorden. Dus stel die vraag zo snel mogelijk, omdat op één ander moment gaat de uitzending zo aflopen. Dus stel die vraag. Vragen stellen kost niks. Met Bell in Medium is 100% gratis. Kost niks. Maar daar heb je ook totaal niks eraan. Dus stel die vraag. Nou, ik pin je ook niet een abonnement vast. Ik zie het nergens vast. Dus stel die vraag aan Met Bell in Medium. Die vraag moet wel met ja of nee zijn te beantwoorden. En Met Bell in Medium geeft je natuurlijk heel eerlijk en onpartijdig antwoord. Kijk, wat ik daarvan vind, natuurlijk is mijn eigen zaak, maar dat doet dat niet toe, nu, in deze uitzending. Ja, van harte Ruud, zegt Adriaan. Nou jongens, dit was de 13e uitzending van Mabel in Medium live vanuit Facebook in Den Haag, centrum Den Haag, een mooie bruisende stad achter de duinen. Dit was Mabel in Medium live. En tevens het einde van de uitzending. Na de live uitzending worden geen vragen meer beantwoord, dus helaas. Je pist naast de pot, hè, zeggen ze ook dan. Als je geen vragen wil stellen, dan zou je het ook nooit weten. Maar dit was Mabel in Medium live vanuit Den Haag. De 13e aflevering van Mabel in Medium live vanuit Facebook. Mabel in Medium 3.0.